Doordat we allemaal steeds ouder worden, heb je minder op jonge leeftijd dat je met sterfgevallen te maken hebt. Zeg eens, 100 jaar geleden was het nog heel gebruikelijk dat je een broertje of zusje verloor. En dat is nu gelukkig niet meer zo. Maar het nadeel is natuurlijk dat mensen die wel op jonge leeftijd geconfronteerd worden met sterven, dat daar meestal geen context is waarin je daar weerklank voor kunt vinden. En dat maakt het rouwen wel moeilijk. Goedenavond, welkom in de Bali. Fijn dat jullie hier zijn op zondagavond. Mijn naam is Marlijn Geurts, ik ben programmamaker hier in de Bali en zal vanavond het gesprek modereren. En we gaan het hebben over dit hele mooie boek. De aanleiding van deze avond is dit boek. Het heet, alleen de titel vind ik al heel mooi, Missen als een ronde vorm. Het is een boek van Hanne Hagenaars, curator, tentoonstellingsmaker en publicist. En het is alles behalve een zelfhulpboek, dat wil ik misschien als allereerste zeggen. Het is een boek dat gaat heel erg over missen, over herinneren van datgene wat er niet meer is. En dat doet ze allemaal via de kunst. Die speelt een enorme rol in het boek, daar gaan we het uitgebreid over hebben. Maar het gaat over het maken van kunst, het kijken naar kunst en hoe dat in relatie staat tot wat we vaak misschien rouw noemen en wat Hanne missen noemt. Voor de mensen die Hanne nog niet kennen. Alles wat je in jouw leven heeft met kunst te maken. Je cureert, je schrijft over kunst, je maakt tentoonstellingen en je hebt meerdere kunsttijdschriften opgericht. En deze zomer, je hebt meerdere boeken geschreven en deze zomer kwam je meest nieuwe boek waar ik het net over had. Dus Missen als een ronde vorm. Het boek begint heel persoonlijk, begint eigenlijk bij jouw eigen verlies. In eerste instantie van je moeder en langzamerhand komt het verlies van je vader ook door het boek weer ook terug. Als je al die kunstenaars, daar ben je dan mee in gesprek gegaan. Wat heeft dat jou dan geleerd over je eigen verlies? Ja, nou, het begon ermee dat ik dus dacht, hè, dat verlies is een belangrijk thema voor mij. Toen ging ik bij Berend Strik, was een van de eerste kunstenaars die ik interviewde. Hij vertelde mij ook over het soort immens grote verdriet, hè, wat hij eigenlijk niet kon dragen. Het verdriet wat te groot was voor zijn lichaam. En toen ben ik na gaan denken van, nou, ik was 18 toen mijn moeder overleed en ik kende dat verdriet helemaal niet. Zo groot en zo intens. En ja, dus dat was de reden voor, hè, een van de belangrijke motivaties voor dat persoonlijke deel, dat ik op zoek ging naar wat dat missen voor mij inhield en waarom ik dat verdriet niet voelde. Dus dat was een hele mooie zoektocht voor mij die mij heel veel heeft geleerd. Eigenlijk over mijn hele leven, over het opgroeien in een gevoelsarm gezin. Maar ook over een aantal gebeurtenissen in mijn leven waar ik nog niet eerder, ja, dat ik nooit eerder had verbonden met het overlijden van mijn moeder. Als we het over de dood hebben, dan mensen zeggen dan, ja, je bent in rouw. Jij gebruikt eigenlijk het woord missen. Het woord rouw staat best wel weinig. Soms gebruikt iemand het, maar jij gebruikt het zelf niet. Nee. Het lijkt ook alsof je het over iets anders hebt als ik naar jou luister. Kun je proberen te omschrijven wat dat verschil voor jou is? Nou, omdat bij rouw denk je vaak aan de begrafenis zelf, aan rouwrituelen, aan vaststaande rituelen. Maar ook omdat het in onze Nederlandse cultuur je zo vaak leest, hè, dat je het een plekje moet geven. Of je had ook een Amerikaanse die onderzoek deed naar rouw, hè, die dan 5 fases beschreef. Alsof het een traject is wat je door kan lopen. Maar ja, het boek heet ook Missen als een ronde vorm. Omdat ik denk dat het nooit te laat is, hè, om weer een verbintenis te leggen met degene die overleden is. Maar ook dat het een proces is, ja, iets wat je met je hele leven met je meedraagt. Wat onderdeel wordt van je leven. En daar zocht ik een ander woord voor. Omdat rouwen een soort connotatie heeft gekregen van iets wat weer voorbij gaat. Klinkt ook een beetje alsof je zegt van, je kunt altijd weer connectie maken. Ja. Bedoel je dan voor jezelf misschien dat je even dat je dat missen was vergeten? Of dat het niet zo'n onderdeel van jouw leven was? Ja, bijvoorbeeld. Eigenlijk vond ik het zelf ook wel vreemd dat ik gewoon in de 60 weer een boek maak. Eigenlijk voor mijn moeder. En ik wilde ook iets voor mijn moeder doen. En dat werd ook onderdeel van het boek. En ook onderdeel van het hele proces van missen. Maar ook van weer die connectie maken. Ja, dus op de achterkant van het boek staat ook, hè, een voorbeeld. Want ik dacht, ja, ik had ook zo weinig herinneringen aan mijn moeder.
Het was eigenlijk een soort lege vorm voor mij. Mijn moeder hield heel erg van kleding. En ik ging vaak later met haar mee naar de winkel. En dan ging ik samen met haar voor haar een jurk kopen of een broekpak. En met name die kleding, zij kon ook heel goed naaien. Ik kan dat niet zo goed. Maar toen dacht ik, ik ga de kleding, zoals ik me die herinner, ga ik namaken. Niet dat ik nou heel veel aan mijn moeder dacht als ik dat maakte. Maar het is toch een verbintenis. Ook omdat, ja, leven is natuurlijk gewoon tijd. En deze tijd spendeerde ik aan haar. Of die waren voor haar. En ja, ik weet niet waarom. Het is een soort mysterieus proces. Maar ik vond ook dat dat maken een heel helend effect had. Dus je bent eigenlijk ook door het boek en al die kunstenaars ook weer eigenlijk nieuwe connecties gaan maken met je moeder, ook al is ze er niet meer. Ja, ja, ja. En dat is ook die missen als een ronde vorm. En dat is ook wat ik bedoel van, hè, dat ook al is mijn moeder heel lang geleden overleden. Oudere zus, die zij is ook heel jong overleden. En ik weet niet, ik voelde me altijd schuldig. En dat ik dat je tekort schiet naar mensen, hè, die ziek zijn en overlijden. En door dit, door er meer spiritueel over te denken en alsnog die verbintenis te maken, is dat schuldgevoel ook minder. Want eigenlijk kan je dus ook nog na iemands overlijden en dat contact, die verbintenis weer maken en het helen. Ja. Ja, en dat helen doet ook je schuldgevoel verdwijnen. Dus ik voel me nu weer veel meer verbonden met mijn familie, waarvan alleen mijn broer nog leeft. Ik denk een mooi bruggetje is naar Marley Huijer. Emeritus hoogleraar publieksfilosofie en heeft heel veel geschreven over de dood. En wil haar graag uitnodigen. Dankjewel. Rouwen is voor mij een verlangen naar iets wat voorbij is. Zoals weer even in de keuken van mijn oma zitten, die in haar roze peignoir een cake, ze noemt het een pie, uit de oven haalt. Er hangt een zoete baklucht, vermengd met de geur van de oude hond die onder tafel ligt. De herinnering maakt weemoedig, omdat zowel de hond als mijn oma er niet meer zijn. Soms zou ik mensen die nu wel bestaan, maar toen niet, willen meenemen naar de keuken van mijn oma. Als ze dan die speciale geur ruiken, begrijpen ze vast wat ik met dat verlangen bedoel. Maar nu dat niet kan, krijg ik het niet goed uitgelegd. Rouw ik om mijn oma, of om de keuken en de geuren die daar hingen? Of is het veel groter? Is het rouw om de tijd die voorbij is? En is het misschien een verlangen om door de tijd terug te reizen? Weer opnieuw in die keuken zitten en daarna met mijn oma door de maïsvelden struinen. De dood van mijn oma markeerde het einde van de generaties boven mij. Toen ze stierf, was ik al wees. Ik kon helemaal niet wennen aan dat woord. Dat woord wees, dat lijkt op wezen. Maar juist dat wees zijn maakte me tot een wezen dat me vreemd was. Ik veranderde in iemand waar leeftijdsgenoten, toen alle dertigers, liever wat afstand van hielden. Zoveel verdriet, dat zat de lol maar in de weg. Dat woord wees lijkt ook op geweest. Hoe lang je ook kind bent geweest, met het wees zijn houdt dat onverbiddelijk op. Dat woord wees zijn betekent eigenlijk geweest zijn. Nu ik 2 keer zo oud ben als toen, zou je verwachten dat het verlangen om kind of kleinkind te zijn is weggesleten. Toch is dat niet helemaal waar. Bij gelegenheid, en natuurlijk vooral bij speciale gelegenheden, komt het verlangen weer op. En daarmee de rouw om de verloren tijd. Op dat soort momenten komen er herinneringen aan mijn oma naar boven. Alleen maar fijne herinneringen. Wat niet zo gek is, want mijn oma woonde op een ander continent. 1000 kilometers ver. Dus als oma kon ze niet veel fout doen. Terwijl het verlangen naar haar juist door die afstand werd aangewakkerd.
elke keer als ze in Nederland was geweest, dacht ik, wanneer zou ik haar weer zien? Hanne Hagenaars schrijft in haar boek Missen als een ronde vorm over de leegte en het intense verlangen naar een omhelzing van haar moeder, die al heel lang niet meer leeft. Hagenaars trekt de sporen van haar moeder na, spreekt met andere kunstenaars over rouw en gemis en creëert zo nieuwe onthoudhaakjes, zoals zij ze noemt. Toch verwacht ze dat het verdriet blijft bestaan. Hoewel het kan zijn dat het meer het verdriet om de moeder is dan om haar eigen moeder. Dat laatste herken ik. Aan haakjes die aan mijn moeder herinneren, heb ik geen gebrek. Maar het verlangen naar een omhelzing is even heftig als bij Hagenaars. Komt dat misschien omdat die aanrakingen er niet waren toen ik kind was, toen jij kind was? Is het eenzelfde verlangen als bij mijn oma? Een verlangen naar nabijheid dat, als iemand sterft, een verlangen naar een verlangen wordt. Dus ik mis het verlangen dat ik kan verlangen naar mijn oma. En dat komt omdat ze er niet meer zijn. Als dat zo is, is rouwen niet alleen een verlangen naar iets wat voorbij is, maar ook een verlangen naar wat je als kind hebt gemist. En waarvan je zeker weet dat je het nu nooit meer kunt krijgen. Soms wordt zo'n gemis op het laatste moment toch nog goed gemaakt. Zo kwam mijn oma enkele maanden voordat ze overleed naar Nederland. De avond voor ze terugging, sprak ze aan mijn keukentafel in alle openheid over haar sterven, over haar leven en het afscheid dat we van elkaar moesten nemen. De intimiteit van dat moment overbrugde alle afstand die er eerder was geweest. Bij mijn moeder, die dus eerder stierf, gebeurde het omgekeerde. Na de diagnose dat ze ongeneeslijk ziek was, ging ze op slot. De dood was onbespreekbaar. En ook ons verdriet om haar mocht er niet zijn. De afstand die dat gaf, wakkerde het vuur van het verlangen aan. Het verlangen naar de moeder. Anders gezegd, het verlangen naar de intimiteit die er nooit was geweest. Sindsdien denk ik dat de mens moet leren om goed te sterven. Niet voor jezelf, maar voor degene die je achterlaat. Heb de moed om de werkelijkheid van het sterven, van je levenseinde, onder ogen te zien. En er zonder terughoudendheid over te praten. Laat naasten juist in die laatste fase toe in je hart. En neem de tijd om afscheid van hen te nemen. Missen hoeft niet stekelig of vierkant te zijn. Een enkel gesprek aan een keukentafel kan al genoeg zijn om het een ronde vorm te geven. Dank u wel. Dank je wel voor je mooie column. Ik zal ook even zeggen, officieel u aankondigen, publieksfilosoof heel lang geweest, denker des vaderlands, columnist bij Trouw. Je hebt heel veel nagedacht over de dood en sterfelijkheid. Hoort rouw daar automatisch voor jou bij? Is dat dan meteen een thema waarvan je zegt, ja, dat als je het over de dood hebt, dan kun je daar niet omheen? Nou, het erge is dat ik het woord rouw, want mijn laatste boek heet De toekomst van het sterven. En ik weet bijna zeker dat het woord rouw er niet in voortkomt. En ik ben dus wel heel veel bezig geweest van, ja, niet zozeer met de dood, als wel, hoe ziet dat proces voor de dood eruit? Ja, waarom willen we dat sterven en het spreken erover zo graag uit de weg gaan? Maar het rouwen komt er niet in voor. En ik vond het wel confronterend, heel eerlijk gezegd, toen jullie mij vroegen. Omdat ik dacht, ja, als dertiger, en mijn vader ging al dood toen ik in de 20 was. Mm-hmm. Denk ik dat ik, het was zo,
ja, je bent jong en je viert feest en iedereen dat, doet dat. En dan is rouwen past eigenlijk niet zo. En het is ook, ja, het is ook iets waarvan mensen toch al snel denken van, als je een maand verder bent of een jaar, dan moet het toch wel ongeveer afgelopen zijn. En het is, je, zeg maar, als je goed zou rouwen, dan zou ik nu zeggen, dan probeer je om juist bij gelegenheden waar je verwacht dat je ouders of je grootouders of je vriendin of je zussen aanwezig zijn, ja, dus je verwacht dat ze aanwezig zijn, dat je eigenlijk een ritueel moet hebben om ze ook even aanwezig te mogen laten zijn. En dat er dus, zeg maar, iemand, want het missen gaat niet alleen maar over het verleden, het gaat ook heel duidelijk over de toekomst. Ja. En je, al die gelegenheden die nog komen, daar zijn de mensen van, waar je van hield en die niet meer zijn, die zijn afwezig. En ja, ik zou zeggen, als je goed rouwt, dan zou je juist op dat soort momenten ook weer even moeten zorgen dat ze erbij kunnen zijn of dat je ze toelaat. Ja. Jij zegt eigenlijk, dat doe je door het langer te maken en elke keer op de juiste momenten die connectie met die ander te proberen te maken. Ja, ik zou van mezelf zeggen dat ik niet goed gerouwd heb. Ja. Ik was jonge moeder. Kan dat eigenlijk als je zo jong bent, denk je? Want ik vind wel interessant dat je ook, Hanne zegt van, ik duurde veel langer voordat ik dacht van, oh ja, ik moet daar meer mee bezig zijn. Maar toen had ik er misschien helemaal geen ruimte voor of zo. Er zijn best veel mensen in het boek die jong hun ouders zijn verloren. Ik denk eerlijk gezegd dat het niet goed kan. Ik bedoel, nee? Doordat we allemaal steeds ouder worden, heb je minder op jonge leeftijd dat je met sterfgevallen te maken hebt. Het is ook minder zichtbaar in onze samenleving dan, nou, zeg eens 100 jaar geleden was het nog heel gebruikelijk dat je een broertje of zusje verloor. En dat is nu gelukkig niet meer zo. Maar het nadeel is natuurlijk dat mensen die wel op jonge leeftijd geconfronteerd worden met sterven, dat daar meestal geen context is waarin je daar weerklank voor kunt vinden. En dat maakt het rouwen wel moeilijk. En dat heb ik zelf ook ervaren. Dat is te klein als je, als dat alleenig is of te klein is, dan is dat moeilijker. Als het wat, als je? Nou, je zegt net van, dan maak je dat in je eentje mee. En dan zijn er heel veel mensen die daar nog niet mee aan mee kunnen. Omdat die dat nog niet meegemaakt hebben. Dus je hebt eigenlijk andere, meer mensen nodig om dat rouwen goed te kunnen doen. Ja, ik denk dat je weerklank nodig hebt. Dus dat je, als ik dat aan jou zou vertellen, en ik ben 30, dat jij ook zou vertellen van, nou, een ex-zus. Dus dat je iets van herkenning bij elkaar. En ik ervoer eerder dat mijn omgeving een zeker ongeduld kreeg. Van, hé, moet je nou nog over je ouders rouwen? Want nu moet het wel eens een keer over zijn. Ja. Ik weet niet of dat eigenlijk ooit overgaat. Daarom vond ik dat boek van Hanne ook zo mooi. Juist dat iemand van in de 60 laat zien van, ja, maar er zijn dus 40 jaar zonder die moeder geweest. En in zekere zin is die moeder staat steeds op de achtergrond, maar die is er niet. En dat is heel mooi als je daar dan beelden en verhalen voor weet te schrijven. Als ik het moeilijk filosofisch maak, dan Jean-Paul Sartre die schrijft, die gebruikt vaak de termen iets en niets. En een voorbeeld dat je, hoe je dat kan begrijpen is, je gaat naar een café, daar heb je afgesproken met Pierre. En je komt dat café binnen en Pierre is er niet. En dan dat er niets zijn, is iets. Ja. En datzelfde kun je ervaren als je mensen waar je van houdt kwijt bent. En dus je ziet letterlijk aan tafel dat één stoel leeg is. En dat gat, dat niet iets, is iets wat rouw oproept of wat je ervaart. En dat is iets eigenlijk wat jij alleen ziet, maar misschien de rest van dat gezelschap die erbij zit niet. Ja, dat kan. Hè? Ja. Ik bedoel, als je het geluk hebt dat je uit een groot gezin komt en een vader of moeder is er niet met kerst, dan, nou ja, dan zul je daar een lege stoel misschien neerzetten en dat met elkaar delen. Maar in een wereld die steeds meer uit kleine gezinnen bestaat, heb je natuurlijk veel jongeren die dat alleen of met één zus of broer moeten delen. Ja. Ja. En je zegt, het zijn een paar dingen die interessant zijn, maar je zei ook, we worden minder geconfronteerd met de dood, want we leven allemaal langer. Dus dan zeg je eigenlijk, daardoor wordt dat rouwen ook steeds moeilijker of minder alom aanwezig in onze samenleving.
Gaat dat daarmee gepaard, denk je? Ja, dus, ik zie bij veel studenten dat die hebben vaak nog een grootouders. En veel mensen in mijn eigen omgeving, die zijn 60, 70, die hebben nog ouders. En als je dan zegt van, ja, ik was in de 20 toen mijn vader... Ik moet me vaak verontschuldigen dat mijn ouders niet meer... of dat ik ook niks heb van boven mij om voor te zorgen. Ja. En dan zie je van ja, dat is dus eerder abnormaal als je je ouders jong verliest dan normaal. Is dat ook een maatschappelijk probleem, vind je? In de samenleving waar mensen steeds ouder worden... en er ook een soort belofte is van dat we allemaal nog veel ouder kunnen worden... Mm-hmm. Misschien zelfs wel onsterfelijk kunnen worden... Daarin is relatief weinig waardering voor de oudere mens en voor het lijden. Want dat is toch een beeld van perfectie. We gaan allemaal heel lang en heel gezond oud worden. En sterker nog, ik noem dat in mijn boek over het sterven, noem ik dat rechthoekig leven. Dus je wordt geboren op een bepaald gezondheidsniveau en dan gaat het in één keer rechtdoor tot je 100ste. En dan patch boom over je lijdje. En dat is... Ja, dat is een soort ideaal van rechthoekig leven... wat met name veel oude mensen heel aantrekkelijk vinden. Niks, geen klachten en geen lijden en geen pijn. Maar ja, bijna als een Barbie op je 100ste overlijden. En die daar tegenover staat dat de werkelijkheid... er eerder een is van geleidelijk aan wegsterven... zoals muziek wegsterft. Waarbij je ziet dat mensen... Nou, zeker vanaf mijn leeftijd geleidelijk aan steeds meer chronische aandoeningen krijgen. Wat ook gaat stapelen. Je wordt vanaf je 70ste word je steeds kwetsbaarder voor artrose, voor gehoorstoornissen, voor kanker. Nou ja, dementie, noem maar op. En die werkelijkheid, die matcht helemaal niet met dat ideaal. En ja, dat vind ik wel een maatschappelijk probleem. Ja. Want als je het lijden niet waardeert of de ouderdom niet waardeert... dan waardeer je ook niet de mensen die lijden of oud worden. Ja, en dat heeft, als ik je verhaal hoor, ook weer invloed op de mensen die achterblijven... en die met dat gemis moeten omgaan. Absoluut, ja, ja. Want als je dan wil vertellen wat het ziekbed van je ouder was, hoe dat eruit ziet... Hoe mager iemand was of hoeveel pijn die had... of dat hij misschien vreselijk in de war was... dan kan het zijn dat een enorme afweer geeft. En ja, een afweer van de ander betekent dat je dus geen weerklank hebt... en dat je je waarschijnlijk onbegrepen voelt. Ja, het langzaam afscheid nemen, dat helpt misschien ook voor de mensen... dat dat in stapjes gebeurt of dat dat misschien een proces is. Ja, ik heb van Bert Keizer, die zo'n 1000 sterfbedden heeft gezien, geleerd. Of tenminste, die zegt gewoon, geef mij maar kanker om aan dood te gaan. En liever dan een hartaanval of een beroerte of wat dan ook. Omdat kanker het grote voordeel heeft dat je inderdaad, ja, je gaat geleidelijk aan dood. Dus je hebt de tijd om afscheid te nemen. En ik ben het helemaal met hem eens... dat het belangrijk is om afscheid te kunnen nemen. Om met je nabestaanden of toekomstige nabestaanden... te kunnen terugkijken op je leven. Misschien nog een fotoboek door te nemen. Verhalen te vertellen. Maar ook om... dingen die, zeg maar, waar je van denkt... van ik wil dat toch nog even gezegd hebben... Om nog even te zeggen van ja, maar ik hou echt heel erg van je. En wat stom dat ik toen zus of zo deed. En ik denk dat het ook door daar de tijd voor te nemen... dat je ook de ruimte geeft aan degene die er om je heen staan... om betrokken te zijn bij hoe dat sterven eruit ziet. Dus dat je ook... kijk, ik zou bijvoorbeeld zelf het liefste stoppen via stoppen met eten en drinken. Mm-hmm. Nou, dan duurt het sterven... Nou, zeker bij mijn gestalte, ik denk hooguit 2 weken. En ik zou denken, dat zou ik op een hele mooie, prettige, rituele manier willen vormgeven. Maar het betekent wel dat mijn kinderen het daarmee eens moeten zijn. Dus dat ik het gesprek met hun daarover moet voeren. En dat je ook moet weten of je huisarts dat ondersteunt. En ja, dat je moet het dus in zekere zin ook ritualiseren. Als je kijkt naar in hoe Nederland... hoe de Nederlandse samenleving ingericht is... en hoe we met elkaar afscheid nemen... Zijn er dan eigenlijk nog goede rituelen? Want voor een heel groot deel is dat natuurlijk ook gebaseerd... op hoe we dat vroeger met de kerk deden... en hoe je opgevoed was. Dat
neemt nu een beetje af. Blijven er dan genoeg rituelen over om dat op een goede manier te doen? Het voordeel van corona is dat je ziet dat nu heel veel mensen met sterven bezig zijn. Dat er ook heel veel kunstenaars kunstwerken maken. Dat er films, Pink Moon, Supernova, nou ja, van allerlei films over sterven gemaakt worden. Dat er veel verhalen verteld worden. En ook dat er nieuwe rituelen worden bedacht. Hè. Zoiets als de bedside singers hier in Amsterdam. Waar je dus meestal zijn het vrouwen kunt uitnodigen. En die komen dan naast het sterfbed staan om te zingen. Dat zijn allemaal nieuwe rituelen. En er was een tijdje geleden een documentaire, 13 dagen heet die, over Floor Haak, die in 13 dagen doodgaat omdat hij stopt met eten en drinken. En daar zie je allerlei rituelen. Dus samen zongen ze Halleluja van Cohen. Een kleindochter die langskomt en bij hem op bed ligt en nou ja, vertelt hoe erg ze het vindt. Een bed wat zich geleidelijk aan helemaal vult met foto's, waardoor je een soort levensverhaal. Ja, dat zijn allemaal rituelen die zij natuurlijk soort uitgevonden hebben. Maar ik zie bij veel jonge mensen, die denk ik ook door corona meer getroffen zijn door sterfgevallen, dat ze ook op zoek zijn naar nieuwe rituelen. En vaak juist omdat de rituelen uit de kerk, ja, ofwel, weet je, helemaal niet meer van toepassing zijn, of ook gewoon net niet creatief genoeg. Of de. Dus ik, wat dat betreft ben ik heel blij met allemaal kunstdingen. Ja. Omdat ik denk, ja, kunstenaars zijn degene die ons ook echt nieuwe rituelen kunnen leren. Interviews waar het ging over de dood, zeg je, ja, door daar zoveel mee bezig te zijn, ben ik ook persoonlijk minder bang geworden om dood te gaan. Ben je ook minder bang geworden om achter te blijven of om degene te zijn om te rouwen of om iemand te gaan missen? Nou, dat is interessant. In de filosofie is nergens zoveel over geschreven als over de sterfelijkheid. Hè? Van Plato tot Heidegger tot, nou ja, iedereen Simone de Beauvoir, iedereen schrijft over sterfelijkheid. En dan heb je Hannah Arendt, de Duitse Amerikaanse filosoof, die gaat dan over de geboortelijkheid schrijven. Maar niemand schrijft over achterblijven. En sterker nog, hè, iemand als Heidegger die noemt het dan Sein zum Tode. Hè, dus je moet je realiseren dat je straks er niet meer zal zijn. En die realisatie, dat besef, maakt dat je dan de essentie van het leven beter ervaart. Of daarna kunt leven. Maar wij zijn even sterk, zijn wij, zijn tot achterblijven. Ja. Je kunt gewoon alle mensen die jij lief hebt, kun je kwijtraken en dan achterblijven. En ik vraag mij als filosoof af of die angst om achter te blijven, of die niet eigenlijk veel existentiëler is dan de angst voor de dood. En daar is in mijn zinziens nog veel te weinig over nagedacht. Wat betekent dat eigenlijk? Dat je je partner kunt verliezen, dat je je ouders verliest, dat je een kind kunt verliezen. En dat je dus diep van binnen eigenlijk altijd een achterblijver bent. En het dan moet hebben van de verbinding of de betrekking die je daarvoor met die ander had. En eigenlijk denk ik dat die relatie met de ander aan diepte wint als je je bewust bent dat je kunt achterblijven. En wat het dan betekent om zonder die ander door te gaan. Wat voor filosofie of wat voor soort gedachtegoed heeft het jou gebracht dat je zegt, die gedachte is me bijgebleven en dat neem ik mee om na te denken over wat het betekent om achter te blijven? Ja, ik zou zeggen een filosofie van de dingen. Mensen laten allemaal dingen achter. En ze zijn er dan zelf. Spullen bedoel je? Spullen, ja. Ze laten allemaal spullen achter. En die spullen verbinden je voortdurend met die ander. Mijn oma heeft, toen mijn oudste geboren werd, heeft ze een deken geborduurd met allemaal dieren. Dat had ze dus in Canada gedaan, want daar woonde zij. En dat was dan als een opgerold pakje, werd dat opgestuurd. En wij hadden zin nou voor iets. En er zat dus zo'n prachtige dierendeken in. Ja, dat ding, dat bestaat nog altijd. En ja, dat geeft een verbinding.
Waardoor ik dus die mensen die achter me staan, in dit geval mijn oma, ook ja, een aanwezigheid kan geven. En dat leer ik heel erg uit dat boek. Dat je, ja, je geeft die dingen eigenlijk een haast een tweede leven. En daarmee geef je die persoon een tweede leven. Ja. Ik wil iedereen heel erg bedanken voor de avond. Dank voor het luisteren. En graag tot de volgende keer.